Steeds meer sportclubs hebben moeite met het vinden van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor clubs en er is dan ook grote vraag naar. Om clubs te begeleiden in hun zoektocht is Patrick Kamperbeek een burgerinitiatief gestart. Het initiatief heet De Vrijwilligersmakelaar en wordt gesteund door de VVD en D66. Het initiatief is belangrijk omdat subsidies voor sportverenigingen afnemen. Het vrijwilligersprobleem speelt er natuurlijk al een tijdje. En sportverenigingen hebben te maken met consumentisme. En consumentisme houdt in dat leden alleen maar komen om te sporten en zich niet meer verantwoordelijk voelen voor de randzaken binnen sportverenigingen. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Vaak weten clubs echter niet hoe ze vrijwilligers moeten bereiken. Sportverenigingen die hebben het zo druk dat ze vooral bezig zijn met randzaken en dan niet helemaal in de gaten hebben welke taken ze zouden kunnen afstoten, zeg maar. Dus in die zin afstoten, in die zin dat er heel veel taken zijn die op te delen zijn in een taak van een uur of twee uur per week. En ik denk dat niet vaak inzichtelijk is. Met het initiatiefvoorstel vragen de VVD en D66 ondersteuning van de gemeente voor het plan. Voor D66 is het heel belangrijk, maar ook voor de VVD in dit geval, dat als bewoners goede ideeën hebben, dat we daar hard voor gaan lopen. En daarnaast vinden wij sport en bewegen voor de stad super belangrijk. Niet alleen omdat het heel erg leuk is, maar omdat het ook bijdraagt aan de gezondheid. En wij merken ook dat het voor sportverenigingen niet altijd makkelijk is om aan vrijwilligers te komen. Dus als wij een initiatief kunnen ondersteunen wat daaraan bijdraagt, ja, dan doen wij dat. Het burgerinitiatief wordt ook door de sportclubs met open armen ontvangen. Ik denk dat we daarmee kunnen zorgen dat we die verbinding met de wijken tot stand kunnen brengen. Meer nog dan tot nu toe het geval is. Dat we daarmee ook meer vrijwilligers kunnen binnenhalen voor onze vereniging. En andersom onze vereniging openstellen en laten zien wat voor waarde we hier kunnen geven. De bedoeling is dat naast de sponsoren ook de politiek financieel haar steentje gaat bijdragen. We hebben vanuit de VVD, die heeft dit initiatief als eerste naar zich toegetrokken, hebben we het college vorige week met een initiatiefvoorstel gevraagd om een extra financieel steuntje in de rug, zodat Patrick ook het hele jaar vol kan maken. Met het verzoek om het na een jaar te evalueren samen met alle betrokken partijen en te kijken wat wij hiervan kunnen leren voor deze stad, maar wellicht ook wel voor andere gemeentes. Verwacht wordt dat er voor de zomer duidelijkheid komt over de financiële steun van de gemeente voor dit initiatief.